verlaten bierbrouwerij in Frankrijk. Yes. Hier. Zo, dit staat door. Ja, hè? Ja. Waar zijn we hier, zie je? We zijn hier bij een platenfabriek in Frankrijk. Oeh, hoor je dat? Hoi. Hey. We lopen hier nu al een... Het zat zang van een minuut. De trein is echt. Wow. Vlotte. Wat een massive trein. Paul, wat vind jij hier al van? Ja, dit is nu al een toplocatie. Yes. Ja. Kijk vooral straks naar het pand. Super mooie. Ja, we gaan hier nu over dit spul heen. Nou, we zijn in het pand. Oh, dit modder allemaal. Mensen, kijk, al die nieuwe tegels naar die zin allemaal liggen. Echt gaaf.
Ik denk dat je hier de silo's ziet van boven, van onder bedoel ik. Dan kwamen hier de verschillende graansoorten, denk ik, zo naar beneden. En dan kwam dat. Ja, we gaan nog wel even naar boven om te kijken waar die silo's precies uitkomen. Maar dit is echt een vette locatie. Ja, kijk dit al. Hier hebben we ook grote ketels gezien. Ongelooflijk. Ja, er zijn echt een hele zware ketel in gezeten. Ja. En ik vind het ongelooflijk. Dit is echt. Amazing. Let's go. Ja, ik denk hetzelfde dat ik hetzelfde moet zeggen. Hier kwam denk ik de schepen aan met de graas. Ja. Dan gaan we een maandje verder lopen. Wauw. Wat een gouden locatie, echt. Wow. Ik denk stroom. Ik heb er tegengelopen. Ik heb het gevoel dat ik het recht teruggekeerd. Ik heb het tegengelopen, dus het is niet afgegaan. Dit is een. Is dat booby trap? Ja. Dit is een booby trap. Ja, zie ik. Even opgenomen. Let's go. We hebben zo'n boom getapt en andere rare dingen gevonden. Oké, Paul, wat vind jij ervan? Ja, dit is wel een hele spannende locatie. Ik zie hele rare dingen en ik weet eigenlijk niet wat het is. Nou, de ene was een valstrik, een booby trap. Een vislijn met daaraan iets van een stekingsmechanisme voor een harde knal of een alarm. We zijn hier in ieder geval niet gewend. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cool.